Dietfors die is ontstaan in de Muiden in 1957, ooit opgericht door mijn vader. Wij produceren eigenlijk mechanische componenten en dat is meer voor diverse industrieën. Moet je denken aan pneumatiek, hydrauliek, het hoge segment van de jachtbouw, grondboortechniek, ja, de semiconductortechniek, offshore, pompenindustrie. Dus ja, heel divers. Wij waren op zoek voor automatisering voor onze draaibank en freesbank. Dus dat moest eigenlijk een mix zijn van de twee. En daar zijn we in geslaagd. Nou, wij hadden de bestaande draaibanken, die hebben wij moeten automatiseren. Dus dat wil eigenlijk zeggen, zorgen dat er een automatische deur op zit. Zorgen dat alle veiligheden worden aangepast, zeg maar, volgens de norm. En vervolgens hebben wij een nieuwe robodrill freesbank gekocht. Die hebben wij vervolgens in dezelfde lijn, zeg maar, gezet als de draaibank. Waardoor we de accelerate rechtlijnig kunnen verplaatsen. Dan zitten er drie nokken in de vloer gegoten met een coniciteit. En daarvan laten wij hem zachtjes op zijn plek positioneren. Waardoor de robot eigenlijk altijd nagenoeg op de exacte plek staat. En bij ons is dat in de praktijk goed uitgepakt. Wij kunnen de accelerate eigenlijk verplaatsen binnen 15 minuten. Onze reden om op automatisering over te gaan, dat is eigenlijk omdat de vakmensen worden steeds schaarser. En ik vind het zonde om mijn vakmensen in te zetten om bijvoorbeeld 750 dezelfde producten in een machine te stoppen. Nou ja, je hebt een handje extra voor de accelerate. Waardoor je dus zelf met andere producten verder kan gaan. Dus dat is wel heel prettig. De accelerate verrast eigenlijk in eenvoud qua programmeren. Het is vraag en antwoord. Ik heb met meerdere machines gewerkt, waaronder ook met robotbesturingen erbij. Nou, dan moet je eerst alle punten vastleggen. Ja, en hier is het eigenlijk al zit het er allemaal al in. Dat bedrijfsproces bij ons is eigenlijk veranderd dat veel meer digitalisering, maar ook veel meer het vastleggen van de producten, ook met foto's, het in filemaker verwerken. Wij hebben nu een beetje de insteek bij ons en dat is dat je schoonmoeder het bewijzen van op moet kunnen zetten. Er is gebleken eigenlijk, in eerste instantie waren we eigenlijk hoofdzakelijk voor de freesmachine kopen. Wij hadden verwacht dat het daar meer op zou gaan draaien, zeg maar. En in de praktijk is eigenlijk gebleken dat die met een draaibank, met een stafaanvoer, dat die daar eigenlijk nog efficiënter op kan werken. En dat was eigenlijk tegen onze verwachting in, maar het was wel een hele mooie bijkomstigheid. En wij verzamelen steeds meer data en dat slaan we allemaal digitaal op. En dat komt allemaal van toepassing op andere producten. En dan krijg je zelf een beetje het beeld van, hey, dit product kunnen we ook wel automatiseren. En dat wat we maken kennen eigenlijk ook wel. Het integreren, zeg maar, van de accelerate binnen ons bedrijf voor het automatiseren, het beladen en ontladen, ja, heeft ons meer rust gebracht eigenlijk. De werkdruk is eigenlijk ook wat naar beneden toe gegaan. En planningstechnisch zijn er ook heel veel voordelen te halen. Want we kunnen de robot bij bepaalde klussen waar best wel wat uren in zitten, bijvoorbeeld op de vrijdag plaatsen aan de desbetreffende machine. En vervolgens voor 40, 50 uur onbemand laten draaien. Met enkel af en toe 1 uurtje bijlopen. En ik denk zelfs dat over een jaar of 5 of nou, misschien 10 jaar, dat mijn medewerker, zeg maar, of mijn operator om het zo maar te noemen, gaat veranderen in meer een manager eigenlijk. Met digitale hulpmiddelen en dat je gewoon een manager wordt van 5 robots bijvoorbeeld.